Super tof dat jullie dan maar weer kijken naar deze nieuwe video. Druk me zo op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan dus voor die 2000 likes, hopelijk kunnen we dat hitten. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk niet in de itemshop onze supporter creator code te veel gevraagd te gebruiken. Zal heel erg gewaardeerd worden. Trouwens, er is nog steeds een 10% korting op shop.teveelgevraagd.nl met de kortingscode 10days10. Ga dat sowieso eventjes checken, bovenste linkje in de beschrijving. In deze video gaan we het hebben over, nou, heel erg veel dingetjes die nog niet in de game zijn toegevoegd, maar die wel zijn geleakt of enigszins wel zijn toegevoegd aan de game, maar nog niet in de Battle Royale zitten. Dus ja, we gaan het in deze video hebben over Battle Royale items. En niet alleen de in-game items, nee, ook de itemshop items. Dus we gaan er gewoon induiken en bij het begin beginnen. Laten we eerst eventjes beginnen bij de in-game items. En waar heb ik het dan over? Nou, bijvoorbeeld over de driftboard. Laten we daar ook gelijk mee beginnen. De driftboard is natuurlijk geannounced bij de 7.1 update. Maar waar is de driftboard gebleven? De driftboard zien we nergens meer terug. We horen er ook helemaal niks meer van. Dus het lijkt er een klein beetje op dat deze niet meer in de game komt. Nou, denk het wel, denk het wel. Ik verwacht namelijk dat of bij de content update die vandaag of morgen erin komt, dat die daarin zit. Of uiteindelijk bij de 7.3 update. Maar uiteindelijk moet die er wel in komen, toch? Ik bedoel, er is nog niet zo'n harde glitch dat ze hem nooit meer kunnen releasen. Lijkt mij in ieder geval niet. Ik bedoel, het is Epic Games. Ze kunnen heel goed developen, dus ik denk ook dat ze dit heel goed kunnen fixen. Gaan we door naar het volgende item. En dit is een geleakt item bij de 7.2 update. 7. In ieder geval, het gaat over het Medieval Sword. We hebben natuurlijk al een keer eerder gezien een zwaard in de game. En dat liep niet echt goed af, namelijk het Mythic item. Nou, nu krijgen we waarschijnlijk een Medieval Sword. En wat dit gaat betekenen, niemand weet het nog echt. Misschien een tweede Mythic item. Zou natuurlijk heel erg tof zijn aan de ene kant. Als ze het tenminste dit keer wel goed maken. Maar ja, ze gaan het dus nog een keer proberen met een tweede zwaard. En ik denk dat het niet echt heel erg verkeerd is. Gaan we door naar het volgende. En dit is de Machine Pistol. Die is ongeveer rond hetzelfde tijdstip als een Medieval Sword geleakt. En de Machine Pistol kunnen we misschien binnenkort verwachten. Een nieuwe pistol dus. Ze hebben laatst al een nieuwe revolver uitgebracht. Namelijk de Scoped Revolver. Ik weet niet of die nog heel lang in de game blijft, eerlijk gezegd. Maar de Machine Pistol moet er binnenkort ook aan gaan komen. Ik ben benieuwd wanneer. Maar hij is tot nu toe in ieder geval nog niet in de game gekomen. Gaan we door naar het volgende item. En dit is de Sneaky Snowman. Dit item is een beetje te vergelijken met een boost. Je kunt namelijk de Sneaky Snowman meenemen in jouw inventory. En wat je kan doen, je kunt hem aantrekken. En dan ben je gewoon een sneeuwpop. En nu de map natuurlijk helemaal onder sneeuw ligt, is dat extra leuk. Want de boost, ja, die is op dit moment niet heel erg handig om te gebruiken. Maar de Sneaky Snowman, eigenlijk de vervanger misschien wel, is dat denk ik wel een heel erg gaaf item. Ik hoop dat deze binnenkort in de Battle Royale game komt. Want damn, dit item gaat één dik troll item worden. Dat weet ik heel erg zeker. Gaan we over naar het volgende. En dit is de Storm Tracker. Dit item hebben we al zo lang geleden een keer geleakt. Maar sinds die tijd is hij niet meer in de game gekomen. Hij was ongeveer, nou, misschien rond Season 4 één keer in de game te vinden voor ongeveer een half uurtje lang. Daarom is er ook maar heel weinig footage van. Maar wat dit item precies kan doen, hij kan jou vertellen wat de volgende cirkel gaat worden. Dus dan kun je daar alvast heen lopen en dan heb je geen last van de storm. Want ja, jij kan het al letterlijk gewoon zien met dat item. Is een best wel goed item, misschien een beetje te OP. Misschien is hij daarom eruit gehaald, ik heb geen idee. Gaan we door naar het laatste in-game item. Wees niet getreurd, hierna komen nog meer items. Maar het laatste in-game item, ook al een hele tijd geleden dat deze is geleakt, namelijk de Pool Floaty. En wat is dit? Nou, we hebben er al een backbling van, zoals je nu in beeld kan zien. Maar dan wordt dit een item die je in het water kan gooien en waar je op kan floaten. Tenminste, daar lijkt het wel een klein beetje op. Misschien is het ook een soort van springkussenachtig iets op het water. Lijkt me in ieder geval heel erg tof als deze erin komt. Maar ja, ook deze hebben we niet terug kunnen zien in de Battle Royale, jammer genoeg. Dit item is er namelijk nog nooit ingekomen. Gaan we nu over naar de itemshop items die er ook nog nooit zijn ingekomen, maar wel in de file zitten of in de game.
we gaan het er gewoon over hebben. De allereerste is de Instinct Skin. En dit is natuurlijk de vrouwelijke variant van, nou, de GeForce Skin, die je letterlijk bij een Nvidia kaart krijgt. En de vrouwelijke variant, wat gaat hiermee gebeuren? Er zit ook een backbling bij, namelijk de Reaction Tank. Maar we horen weinig over deze skin. Deze skin zit wel gewoon in de files. Dus heel erg apart, wanneer gaat deze uitkomen en hoe? Ik bedoel, hij hoeft niet per se in de itemshop te komen. Het zou ook heel erg goed kunnen dat ze bijvoorbeeld nu zeggen van er komt een nieuwe starter kit aan met de Instinct skin. Dat zou best wel eens goed kunnen. Ik weet het natuurlijk niet, maar in ieder geval, ik hoop dat hij er binnenkort in komt. Want ik ga hem denk ik wel halen als hij niet al te moeilijk te verkrijgen is, zeg maar. Gaan we over naar de volgende. Dit is de K-pop. En damn, deze skin zat zo lang in de files, hè. Sinds kort is hij er volgens mij uitgehaald, maar bij de 5.4 update, dus in seizoen 5, was deze skin toegevoegd en iedereen vond het wel een gave skin, alleen de oren waren natuurlijk een beetje te groot. Dus misschien hebben ze met die reden hem eruit gelaten. Ik weet het niet, maar deze skin, ik denk dat ze hier best wel veel geld mee zouden maken, aangezien heel veel mensen hem best wel willen kopen. Gaan we door naar de volgende en dit is een, ja, dit is een beetje een saaie, namelijk de Nautilus Glider en de Nautilus Pickaxe. En deze hebben we ook jammer genoeg nog niet gezien. Het lijkt me enigszins wat tof, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe deze er precies uit gaan zien. Daarom zei ik een beetje een saai, omdat we het niet helemaal zeker weten. Maar de 3D textures zitten er wel in. Dus we weten zeker dat die ooit een keertje in de game moet komen. Tenzij ze er natuurlijk uit de files halen. Hetzelfde als de K-pop. Gaan we door naar het allerlaatste. Oh nee, niet eens het allerlaatste. Er zijn er nog twee. De ene laatste en dit is de Galaxy Wrap. Waar is die dan gebleven? Ja, mij maakt het eerlijk gezegd niet heel erg veel uit. Ik heb de Galaxy skin niet. Maar voor de mensen die de Galaxy skin hebben, die wachten hierop. Want waarschijnlijk wanneer je dus de Galaxy skin hebt, krijg je ook de Galaxy Wrap gratis erbij. En dat is wel heel erg dik natuurlijk. Maar ja, om de Galaxy skin te krijgen moet je wel heel erg veel centjes betalen. Maar ja, je krijgt er best wel wat bij. Ik bedoel, je krijgt er volgens mij een glider bij, een pickaxe bij. En hopelijk dus binnenkort ook de Galaxy Wrap en natuurlijk de Galaxy skin zelf. Gaan we over naar het allerlaatste item. En hier is nog geen benaming voor of dit is überhaupt nog niet in de files, maar ik denk dat hij eraan gaat komen. Het gaat namelijk over dit nieuwe schild. En wat ik net al zei, ik heb er geen naam voor, dus we noemen hem bij deze eventjes het nieuwe schild. Of misschien de Black Knight 2.0 schild. Tenminste, daar lijkt hij wel een beetje op. Een heel tof schild natuurlijk. En als deze erin komt, hè, ik weet zeker, iedereen wil deze halen. En wie weet, komt dit schild erin in gewoon in de itemshop. Dat zal voor de eerste keer zijn dat ze een backbling... Oh nee, niet de eerste keer. Oké, niet de eerste keer. Ongeveer de tweede of de derde keer dat ze een backbling gewoon los verkopen in de itemshop. En dat is echt super dik. Maar ja, moeten ze natuurlijk wel eerst eventjes doen. Mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat sowieso eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Zou heel erg gewaardeerd worden. We gaan dus voor die 2000 likes, wat ik volgens mij aan het begin zei. Abonneer je natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet natuurlijk niet in de itemshop onze supporter creator code teveelvraag te gebruiken. En op shop.veelvraag.nl is er een 10% korting met de kortingscode 10days10. Ga het sowieso eventjes checken. Bovenste linkje in de beschrijving. Mensen, tot de volgende video. Peace out. Thank you.